Gisteravond waren we er. En vanmiddag waren we er. En nu weer. Wil je nog een hamburger erbij? Wil je nog een hamburger erbij? Nee, ik wil er geen hamburger bij, anders heb ik het toch al besteld, joh. Snappen er niks van hier zo bij McDonald's. Ze waren gewoon lief. Ze waren gewoon lief. En ze zijn gewoon koekwauzen. Dat zijn ze. Soraya die wil nu zo nodig naar de McDonald's toe. En ik heb nog een zwangere vrouw thuis. Ja, ik heb nog een zwangere vrouw thuis zitten. Die wilde ook nog naar McDonald's. Ik wilde helemaal niet. Ik werd gedwongen. Het helemaal nergens over. Stelletje Mac-junkies. Ik heb dan gewoon van een zoetzuur extra bij gedaan. Top man. Dat is smattige gewoon. Zoetzuursaus extra? Dat is toch sowieso gewoon gratis? Dat is wat lullig jij nou. Een knuppel. Een knuppel, ja. Is je ook nog de ijsfrap even vergeten? Ah, oh, deze man jongen, echt. Je gaat hem zien. Nee, je gaat hem net niet zien, denk ik. Oh, kijk, hij loopt daar. Jackie. Oh, hij snapt er niks van. Nou, hij kan in ieder geval goed, de beweging kan hij goed gebruiken. Oh my goodness. Aangezien Jenna en Soraya natuurlijk lekker aan de McDonald's zitten, moet ik toch wel een beetje het goede voorbeeld geven. En ben ik toch maar even gaan trainen. Dit is mijn vlog, Deborah. Ja, hinderlijk hè? Traint. Je traint. Ja, ik moet even keren. Ik heb even die stinkend naar huis gebracht. Bek. Ugly. Doei. Tot de volgende keer. Wij switchen van plek. Wel, hello, ladies and gentlemen. En daar staan we weer, bij de McDonald's. Gisteravond waren we er. En vanmiddag waren we er. En nu? En nu weer. Big taste. Ja, want Deborah heeft zin in frikandellen. Frikandel met pindasaus. Ja, zo'n die van 35 centimeter hebben ze hier niet. Alleen maar de snackbar. Dus ja. Gewoon, je ziet omdat jij komt, zie je een error. Wauw. Wauw. Een error. Kijk, error. Wauw. Error. Windows error. Deborah heeft geen Facebook, dus het dikt via mij. Ja, ik ben gewoon even aan het scannen. Scannen. Ja, want zo hou ik ook alles bij. Altijd als ik die bonnen geef, weten ze niet wat ze ermee aan moeten. Zo hinderlijk. Gewoon restaurant-ticketbonnen, die krijg ik via mijn werk en daar kan ik ook gewoon niet mee betalen. Dus uiteindelijk betaal je maar €1 voor alles? Nee, je betaalt uiteindelijk niks. Maar jullie konden die 30 cent niet terugkrijgen? Nee, weet ik. Weet je dat? Dat weet ik, ja. Okay. Werk als lunch, zeg maar. Het is gewoon zijn verjaardagscadeau. Yes, dankjewel. Iets makkelijk? Doe een promotie voor jezelf. Ik ben Deborah, ja, hoi, ik ben zoek een man. Ik word dit jaar... 35 centimeter. gaat over zijn tenen. Ja, zijn tenen, ja. Zijn tenen moeten 30 centimeter zijn. Tober eigen woning, onbeperkt geluid maken. Ja, onbeperkt geluid. 2 slaapkamers. Dus de ene slaapkamer wordt wel een babykamer, dus dan bij deze. Ik ben op zoek, baby. Ik ben op zoek naar een baby. Breng me baby. Ik vind humor heel belangrijk. 70% is humor. Okay. En die andere 30% is dit! 0900 66 Deborah. 66 Deb. 66 Deb.